naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met SP. Hoi. Wij gaan vandaag samen een video opnemen voor mijn kanaal. Hoe dat een roddels bevestigen en ontkrachten. Oh, ik ben echt benieuwd. Oh, ik zit er net uit. Maar jullie hebben allemaal roddels naar ons ingestuurd. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben al niet bang of zo. Oké. Doe jij je eerste? Ja, ga jij maar eerst. Oké. Jullie hebben spijt dat je zo vaak je haar hebt geverfd. Nou. Ja, blonderen is natuurlijk wel echt vet slecht. Ik heb mijn haar nu 2 keer geverfd. Dus ik vind dat nog niet echt heel veel. Nee, ik denk nu in 2 jaar tijd 3 of 4 keer zo. Maar mijn haar is wel echt heel dun en dood. En nou, het begint nu toch wel weer wat meer te groeien. Ja, het begint nu wel. En ook door die shampoo en zo wordt het weer een beetje. Ik ook. Maar ik zou er niet echt spijt van hebben, want ik vind het wel mooier. Maar misschien had ik het minder vaak achter elkaar gedaan. Ja, want soms zat er bij mij echt 3 maanden tussen of zo. Ja, bij mij zat er dan 1,5 jaar tussen of zo. Dus het valt op zich nog wel mee. Ja, nee, ik heb er op zich niet echt spijt van. Nee, ik ook niet. Je koopt kleren, maar draagt ze nooit. Nou, deels. Oh, we moeten wel zeggen of het ontkracht of... Oh, ja. Nou, ik denk half. Want soms, ik heb bijvoorbeeld een laatste body gekocht bij de Zara. En ik, oh, echt leuk, maar het kaartje hangt er nog aan. Dat heb ik ook. Dan denk ik inderdaad ook leuk om te kopen. En dan denk ik, oh, dit ga ik echt dragen. En dan ligt het in de kast en dan draag ik het bijvoorbeeld niet. Ja, of bijvoorbeeld in de winter dan zie ik een bikini en denk ik, oh, die moet ik hebben. En dan in de zomer vind ik hem niet meer leuk. Nee, dat heb ik ook, Dus, beetje hard. Maar niet met opzet, zeg maar. Nee. Dan denk je, oh, dat komt nog wel. En dan uiteindelijk draag ik het niet. Ja, of wat ik vorig jaar heel erg had. Ik had allemaal een soort van festival outfits gekocht. En ja, daar kwam geen festival. Nee. En om nou een festival aan te doen, zit gewoon naar buiten uit. Dat je echt. Zo mooi broek. Maar ja, nooit aangekomen. En die heb je nu verkocht of zo? Nee, ik heb hem gewoon bewaard voor het volgende festival. Nou, dat is wel beter inderdaad. Ja. Dat jullie elkaar helemaal niet mogen. Nee. Mag jij? Anders zat ik hier een beetje gezeten. Ja. Ja, we hebben elkaar dan wel eens vaker op festivals losgezien. En een keer naar dat G's Louise samples in. Ja. En dan nu je eerste keer filmen. Ja. Nou, het was wel vaker gekleurd. Ja, echt heel vaak. Nou, een jaar geleden, ja. Toen was je hondje overleden, toen had het verplaatst. Nou, laatst, maar toen had ik corona. Ja. Toen had het echt lang uitgesteld. Ja. Nou, maar het kwam er gewoon niet van ofzo. We waren allebei wel druk. Ja, we zaten natuurlijk ook al bij ons laatste jaar van ons opleiding toen. Ja. Jullie nemen genoeg met de eerste en de beste samenwerking. Nou, die ontkrachting. Ja, ik ook. Ja. Ik ben de laatste tijd wel echt heel selectief in de dingen die ik aanneem, denk ik. Ja, en vooral met Insta. Ja. Op YouTube denk ik nog wel, oh, dat kan ik nog wel in een week, of zo. Ja. Maar op Instagram bijvoorbeeld laatst, dat kreeg ik een DM van een merk en het leek heel erg op Black Bananas. Oh ja, maar dat zei je. Ja, dat is totaal niet iets voor mij. Nee. En toen zei ze van, wil je samenwerken en dan in je weekvlog laten zien, maar als het totaal niet iets voor mij is, ga ik het ook niet doen. Nee, dat is zonde. Dat merk je dan ook wel. Ja. Hoe je dat laat zien dan of zo, denk ik. Ik heb 1 keer gehad, toen kreeg ik van een bedrijf een mailtje voor een samenwerking met Nespresso. Maar ik drink geen koffie. Ja. Dus ik zei van, ik zei sorry, maar ik drink geen koffie, dus nee. Ze zei, ja, maar je hoeft het ook niet te drinken, je hoeft alleen een foto te plaatsen. Dat is toch niet realistisch dan? Ik denk dat je volgers dat dan ook wel zien of zo. Die weten echt wel dat niemand heeft maar ooit koffie zien drinken, zeg maar. Dus dan ga ik weer koffie promoten. Dus deze ontkrachten. Ja. Toch? Ja. Dus make-up is eigenlijk helemaal geen opleiding. Jawel, ik doe wel een opleiding. En ik vind het heel leuk. Ja? Jij doet geen opleiding. Nee. Maar dat is toch ook niet erg? Stop. Jij hebt gewoon ook een opleiding afgerond. Dus ja, ik heb wel een diploma. Een 4 diploma. Ja. Dus ik kan wel gewoon nog cursussen op HBO niveau gaan doen. Maar Esmee doet wel opleiding. Misschien kom ik niet zo slim over. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat andere mensen van mij denken ofzo. Ik vind dat gewoon... Ja, ik wil dat ook heel graag weten. Want als mensen zeggen, ja, die video van die flirt zijn, oh ja, vreselijk lijf of zo. Weet je zo. Je weet dat gewoon niet als mensen over je praten. Dat vind ik echt eng. Ik wil het echt willen weten. Ik vind dat mensen wel heel dingen voor. Die vraag heeft iemand uit mijn klas gesteld. Jullie hebben ooit gerookt? Ja, bevestigd. Ik heb ook wel eens gerookt. Maar niet vast gerookt of iets? Nee. Nou, meer op feestjes en zo. Maar nu echt al 2 jaar niet meer. Maar dat heb ik dus ook niet. Het klinkt heel stom, maar ik kan dus niet roken. Ik heb het dus een keertje toen ik 15 was of zo geprobeerd. Maar het inhaleren, dat stukje lukt mij gewoon niet. Ja, daar moet je ook eerst even overheen zetten voordat dat gaat. Ja, ik heb daarna echt nog wel een paar keer geprobeerd omdat ik gewoon niet kon uitzien dat ik het niet kon. Maar
ja, kan het niet. Dus nee, ik vind het ook echt vies eigenlijk. Ja. Het ziet er ook zo ordinair uit, vind ik. Ja, bij sommige mensen vind ik het er dus echt leuk uit. Ja, bij, daar vind ik het wel, nou, niet echt bij passen, maar ik weet niet, ik vind het niet raar ofzo. Sommige vriendinnen van mij roken dan wel. En dan zeggen ze, kan je er eentje aangeven? Zo, ja. Dan geef ik het en dan ziet het er al zo uit als ik er eentje in mijn handen heb. Ja. Nee, ik heb het wel eens geprobeerd, maar nog nooit vast. Ik zie jou het ook echt niet doen. Nee. Ik jou ook niet eigenlijk. Nee. Nou, ik heb er wel een paar van. Kan ze wel laten zien. Ja. Dat jullie verwend zijn en veel geld krijgen van jullie ouders. Nee, ik kan dat wel ontkrachten. Nee. Ik heb alleen... Nou, ik krijg wel af en toe wel eens dingen. Ja, tuurlijk. Maar ik betaal wel veel zelf. Of? Ik ook. Ik vroeger kreeg ik dan... Nou, vroeger... Tot mijn 21ste was volgens mij. Kreeg ik dan zeg maar ieder seizoen kreeg dan geld voor een nieuw paar schoenen. Oh, ja. En mijn ouders betaalden gewoon dan wel mijn ondergoed. Maar als ik bijvoorbeeld een hele dure winter was, wilde ik hele dure schoenen, moest ik gewoon bijbetalen. Of als ik extra schoenen wilde, moest ik dat zelf kopen. Kleren kocht ik ook gewoon zelf. Ja. Dus ook, ik vind niet dat ik zeg maar krijg genoeg, maar niet dat het verwend is. Of zo. Nee, dat denk ik ook niet. Van wat nodig is, dat krijg ik. Ja. Ik heb tot mijn 18e dan kleedgeld gekregen. Per maand kreeg ik dan iets van. Maar ja, toen ging ik zelf ook werken en ook met YouTube en zo. Ja. Toen nu vertel ik al zo. Ja, ik heb toen kleedgeld 2 maanden geprobeerd, maar ik vond het echt niet chill. Ik weet niet waarom. Ik gaf het gewoon uit omdat ik maar geld had, zeg maar. Dus als ik dan wat nodig had, een nieuwe broek of een nieuwe trui, dan ging ik gewoon naar de stad met mijn moeder. Dus... Dat is wel beter inderdaad. Dan koop je ook iets wat je echt nodig hebt of zo, ja. Oké. Okay. Dus nu al. Dus die is. Ja, die is ontkracht. Ja. Als jullie nu een nieuw vriendje zouden krijgen, zouden jullie het niet op internet zeggen? Nou, niet dan wil sowieso weer zeggen, hè? Nee. Dus. Nee, ik wil geen zomer niet zeggen. Nee. Ja, zou jij dat doen? Ik zou er best wel mee wachten. Hoe heet het, Wesley was natuurlijk ook niet echt vaak in mijn video's. Nee. Maar ik zou er inderdaad wel langer mee wachten, denk ik. Ook dat ik het zeg en naar buiten breng. Maar ik denk ook dat het op Insta makkelijker is om even een foto te plaatsen dan een hele video waar die in voorkomt. Ja. Ik heb ook echt heel lang niet durven vloggen waar Milan bij was. Ik vond het zo ongemakkelijk. Dat heb ik ook wel gehad, ja. Maar sinds de vakantie naar Kos ben ik dat een beetje gaan durven. Ja, ik moest toen wel. Ja. Maar van, ik wilde toch mijn vakantie gaan, maar hij was er wel iedere keer bij. Dus toen moest ik wel een beetje. Ja, jullie wonen natuurlijk ook een tijdje samen. Dus dat heb je ook wel gehad. Moest het ook wel. Dan ging hij bijvoorbeeld, als ik een video ging opnemen, zat hij gewoon met zijn koptelefoon op. Ja. Prima toch? Ja. Ik ging het altijd doen als best bijvoorbeeld zijn haar ging velen of zo. Op de wc zat of zo. Ging ik even snel wat terug. Ja, of toen ik was zo over. Als Mio aan het douchen was, ging ik op het balkon zitten. En, nou, Mio is aan het douchen. Ja, zo. Dat merk je dan ook wel een beetje of zo. Dat je dan daar ben ik wel wat makkelijker in. Ja. Maar als ik een nieuw vriendje zou krijgen. Ja, ik zou er wel wat langer mee wachten, denk ik. Ja. Niet echt een roldom, maar ik hoorde dat Fleur maar 1,60 is. Is dat waar? Ja. Gaat het staan? Ik ben 1,60. Ja, ik heb nu al hoge schoenen expres aangedaan. Ja, het is wel een groot verschil, maar... Ja, ik heb nog expres hoge schoenen aangedaan. Ja, ik ook nog wel. Expres ben ik nog langer. Ik ben 1,77. Er heerst een soort concurrentie tussen jullie. Tussen ons? Ja. Nee. Dat is echt totaal niet. Nee. Ik heb dat sowieso niet echt snel met iemand. Nee. En ik kijk ook nooit echt tegen iemand op of ik ben niet jaloers op iemand of zo. Nee, ik eigenlijk ook niet. Vooral niet met Insta of YouTube, zeg maar. Qua, als jij een heel leuk video idee hebt, dan denk ik altijd van, oh leuk, weet je. Dan ga ik het kijken. Ik kijk ook heel veel mensen. Ja, ik kijk jou, Rosa, Zoe, Stijn, iedereen kijk ik, zeg maar. Ja, maar ook wel gewoon Monica en zo. Dat vind ik dan wel leuk om te kijken. Maar ook inderdaad, meer zoals jou. Ja, wat kleinere mensen. 71 mensen. Nee, maar gewoon een beetje in die volgersrichting en zo. Niet van die hele grote YouTuber. Ik heb ook wel kleinere. Ik kijk nu Elise Boerstam. Ja. Haar vind ik heel leuk. Ja, ik keek altijd vlogglos, maar dat vind ik niet meer leuk. Niet. Omdat het zo'n baby is. Rijders kijk ik soms. Ja, dat kijk ik ook. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Maar ik vind wel jammer dat één keer in de 2 weken is geworden. Ja, maar ik snap het ook wel dat die andere zo van zijn allemaal baby. Van. Dat je bijna al je opgestuurde kleding verkoopt op Vinted. Nou, half eigenlijk. Ja, we krijgen natuurlijk best wel veel kleding opgestuurd. Ja, voor samenwerkingen. Ja, maar voor content, ja. Ja, gewoon niet alles past daarvan. Of wat mensen vaak ook niet weten is dat voor samenwerkingen heb je eigenlijk niet de mogelijkheid om terug te sturen. Nee. Voor bij hele kleinere webshops of zo wel, maar bij Naked kan je het gewoon niet terugsturen. Of bij Lovis kan je het gewoon niet terugsturen. En als je het dan niet past... Ja, dat is echt zonde. Ja, wat moet je er dan mee doen? Ja, en heel vaak zijn er ook dan vriendinnen van mij die hebben gewoon dezelfde maat. Ja, die passen het dan ook niet. Ja. En tuurlijk, ik heb ook wel eens dat ik dingen naar een kledingcontainer doe, zeg maar voor het leger er zelf. Of aan mijn broertjes vriendinnetje, of wel aan vriendinnen, weet je, maar jij en je zus. Ja.
Maar er zijn ook dingen die nog super mooi zijn. Ja, dat is dan zonde om zeg maar in zo'n kledingbak te doen. Ja, ja, want ik had toen ook een keertje zelfs gewoon mensen die aan mij vroegen dat ik een DM krijg van hey, ik zag dat je dat had gekregen, maar voor mij in de winkel is het iets te duur, zou ik het van jou mogen overkopen. En dan gaat het weg voor 15 euro. Ja, dat is toch ook prima. Ja, en we doen er wel wat voor. Ja, het is niet zeker. Dat het uit de lucht komt vallen. Zeg maar. Nee. We hebben ook zeg maar ons netwerk wat we nu hebben, dat hebben we ook. Daar hebben we ook gewoon voor gewerkt en zo. Ja, want dat zei volgens mij Monica Geuze ook laatst in een vlog van, of in een podcast of zo. Met 100 volgers had je dit allemaal nooit kunnen doen. Nee. En voor die volgers heb je ook wat moeten doen. Ja. Heb je ook gewoon tijd en moeite en werk ingestoken. En misschien komt het wel heel makkelijk over, maar nou, hoe lang ben jij bezig? 4 jaar? Nee, 6, bijna 7 jaar. Ja, nou, jij bent er 7 jaar mee bezig. Ik 3,5 jaar, dus het is niet dat het op de een of andere dag gratis kleding was, zeg maar. Nee. Wat er wel wat voor Maar we verkopen het wel. Ja. Maar sowieso wel voor minder. Ja. Omdat het echt het is niet als ik een broek krijg van 100 euro, waarop zou ik hem voor 100 euro erop zetten. Nee, dat is natuurlijk ook niet echt eerlijk. Heel veel mensen zijn er ook gewoon blij mee als ze iets voor minder kunnen kopen, toch? Dus. Er zijn er heel veel mensen blij mee, anders kopen ze het niet. Dat je heel veel geld hebt of verdient. Ja. Ik vind het lastig. Want voor iemand van ons leeftijd hebben we denk ik wel meer op een makkelijkere manier, zeg maar. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar vriendinnen van mij, die werken dan bij het Holland Casino, die verdienen ook wel weer veel. Ja. Maar ja, als je bijvoorbeeld in de horeca werkt, een andere vriendin van mij, die verdient weer minder. Dus het ligt ook een beetje aan de baan. Het verschilt ook wel echt heel erg. Maar ik denk inderdaad voor wat wij doen, dat we wel iets meer dan gemiddeld verdienen. Ja. Ik weet ook niet wat gemiddeld is op ons leeftijd. Zeg maar, stel ik zou nu in de supermarkt weer gaan werken. Ik heb ook in de supermarkt gewerkt. Daar zou ik echt niet nee, op leven. Toen werkte ik de hele zaterdag en toen verdien ik echt 150 euro per maand of zo. Nou. Ja, ik heb in een kinderkledingwinkel gewerkt en daar kreeg ik 3,20 euro per uur. 3,20 euro? Dat is echt veel. En toen was ik 1 jaar ouder en toen kreeg ik 3,80 of zo. Nee, dat zie je. Iedere zaterdag, nou dan kreeg ik eind van de maand natuurlijk iets van 70 euro. Ja, dat is echt weinig. Maar ja, daar doe je dan wel meer voor, heb ik het idee. Ja, nou daar heb ik echt. Ik ging huilen naar werk gewoon. Ik had er echt geen zin in. Hoe oud was je toen? Toen ik 15 was en ging weg toen ik 16 was. Ja. 3 euro. Ja, dat is toch geen geld? Dat is echt heel. En ze hadden het echt prima daar in die winkel. Ze hadden me echt wel meer kunnen betalen. Ja, want in de horeca krijg je dan ook wel weer fooi. Ja. Dus maar horeca is echt niks voor mij. Nee, ik ben zo grummelig. Je hebt echt of je het helemaal in te horeca of helemaal niet. Er zit niks tussenin. Nee. En ik ben het helemaal niet. Ik hou er niet van. Nee. Nou, ik vind mezelf niet rijk. Of... Nee, ik ook niet. Zeker niet. Nee. Nou, oké, vage vraag. Ja. Vage antwoord bedoel ik. Oeh, dit vind ik heftig. Dat ik zwanger ben van Milan en de ander zegt dat ik, Fleur, 1 jaar geleden een kind heb gekregen. Zit je nou naar de buiten te kijken? Dat je zwanger? Ja, weet ik wel. Nou, ik ben niet zwanger. Nee. Ik ben niet zwanger dat ik weet, in ieder geval. Ik heb al heel lang geen zwangerschapstest gedaan. Heb je dat een keer gedaan? Ja, 1 keer. Ik zou het zo eng vinden. Voor oranje bloesem. Echt. Vorig jaar met de Koningsdag, ja. Ja, het was toen, ik liep stage in een schoonheidssalon en al die geurtjes van die voeten, van die pedicures, het kwam zo, het was zo heftig en ik dacht echt van... Echt zo'n symptoom van... Ja, en ik ga mezelf gewoon heel snel gek maken, dus ik dacht ik kan beter gewoon even 1 keer een test doen. Het was hier gelukkig negatief, want ik had ook niet verwacht dat ik zwanger zou zijn, want ik neem altijd echt mijn pil heel goed. Oh, ik niet. Maar ik heb dus nog nooit een zwangerschapstest gedaan. Ja, ik dus 1 keer, omdat ik echt dacht van, we gingen ook naar oranje bloesem en dacht ik, ja, dan sta ik er met zo'n vervelend gevoel van, is het wel of niet, weet je. Dan heb je ook niet echt, zeg maar, plezier of Je kan me niet echt daarop focussen. Nee. Dus toen had ik het gedaan, maar het is goed negatief. Maar beter. 1 jaar geleden heb ik geen kind gekregen, ik ben momenteel niet zwanger. Allemaal niet bezig met krachten. Je bent te lui voor een opleiding. Ik! Nee. Nou, nee. Ik heb gewoon een opleiding afgerond. Ja, dan denk ik wil er geen HBO verder mee doen. YouTube heeft je niet veranderd. Ja, sowieso, maar niet negatief. Negatief. Nee, mij heeft het wel minder verlegen gemaakt. Ja. Ik was hiervoor, ik durfde niet eens terug naar de hemel om iets terug te brengen. Zo erg was het. Ja, ik ben, maar sowieso ook. Ik begon toen ik 14 was en ik ben nu 21. Ik bedoel, in die tijd verander je sowieso wel. En vooral als je ook op je social media zit. Ja, maar of het echt negatief is, dat... Nee, niet negatief. Maar ik denk wel, want het heeft mij denk ik wel iets meer open gemaakt en iets meer verlegen. Dus eigenlijk alleen maar voor mij positief. Ja. Ik kreeg laatst trouwens wel een DM van iemand die bij mij op de middelbare zat. En die zei echt, wow, je bent zo veranderd. Toen dacht ik echt, het was een jongen.
Toen dacht ik echt, wat wil je nou mee zeggen? Omdat ik hem niet terugvolgde. Ik had niet eens gezien dat hij me volgde. Ja, weet ik veel. Ja, eerst was soms ook dat mensen dan zeggen, je volgt me niet. Ja. Ben jij mij überhaupt gaan volgen? Nee. En dan ga ik kijken en dan staat er, oh jawel, shit. Oepsie, ja. Dit waren alle roddels en, hoe noem je dat? Aannames of zo? Dit waren alle roddels. Die we hebben bevestigd op het kracht. We hopen dat het allemaal een beetje duidelijk was. Ik hoop ook dat jullie deze video leuk vonden. Kijk ook even op het Smeder kanaal. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet op ons kanaal te abonneren. En dan zien we jullie snel weer. Doei! Doei.